Als er een onthoofd kinderlichaam rondgesjouwd wordt. Dat was niet een Israëli die dat vasthield. Nee, dat was een Palestijnse vader die zijn onthoofde kind vasthield. Als de beelden hier zijn, hoe kunt u het dan ontkennen? Ik zeg dank u wel. Maakt dat nog iets bij u los? Nee, totaal niet. Ga maar lekker door, jongen. Ga maar lekker door. Ziet het kind eruit als een Hamas-lid? Joh, het... Zo wil ik bouwen verlaten. Klopt het dat u de ex bent van Sylvana Simons? Ja, dat klopt. De historische context begint, als je het over dit conflict hebt, over deze oorlog, begint op 7 oktober. Had dat niet plaatsgevonden, dan was omdat er ook... Omdat het u goed uitkomt of omdat de Palestijnen dat ook zo zien? Nee, gewoon omdat dat de waarheid is. Dat bepaalt de SGP. Het Internationaal Strafhof zegt nu, stop ermee. Schuilt u zich daarachter? We horen het, maar ik ga daar geen politieke uitspraken meer. Ik ben geen politicus meer, dus dan moet u het aan de ChristenUnie vragen. Eigenlijk een shalom. Te midden van alle dingen die gebeuren hier. Want u bent wel mijn politieke demonstratie. Met de mensen die zich hier zeker. Left. Hallo meneer. Hoe maakt u het? Goed hoor, dank u. Ja. Komt ook voor de demonstratie. Ja, ik vroeg me af waar het was, maar is dat hier? Ja, dat is, daarvoor staat het scherm daar. Ja, dat is nog niks om te zien. Nog niet. Van het kabinet mag je wel zeggen... Israël van rivier tot aan de zee, maar je mag niet zeggen Palestina van rivier tot aan de zee. Bent u het daarmee eens? Nee, als je zegt Palestina, dat bestaat niet, dan gaat het tegen de Bijbel in. Van de ei tot de zee, maak Nederland vrij van de Palestijnen. Maak Nederland vrij van de Palestijnen? Amsterdam. Gisteren is er een vluchtelingenkamp in Rafah aangevallen door Israël. Nee, heb ik niet gezien. Wilt u de beelden zien? Ja, waarom niet? Het is wel heel heftig. Ja. Ja, kunt hier op het... Dat is mij niet heel helder te zien, wat er allemaal... Nee, kunt u... Ziet u dit? Het is een onthoofd kinderlichaam. Ja. Kijk, dit is een verbrande Palestijn. Ja, dan zou je heel stil van worden. En dat is denk ik ook terecht. Maar toch maakt dat nog iets bij u los? Nee, totaal niet. Je mag het gerust zeggen. Ja, niet van de gedachtepolitici van de PV, want die beschouwen dat als een oproep tot geweld. En uw bordje, terwijl IDF massaal mensen afslacht, is dan een soort van vreedzaam. Nee, maar wij proclameren alleen wat de Bijbel zegt. Vervolgens betwijfel ik ook of dat het Israëlische leger kinderen onthoofd. Ik heb u net de beelden laten zien. Nee. Nee, dat is toch geen bewijs? Als er een onthoofd kinderlichaam rondgesjouwd wordt, dat was niet een Israëli die dat vasthield. Nee, dat was een Palestijnse vader die zijn onthoofde kind vasthield. Ja, maar daarmee is toch niet het bewijs dat de Israëlische leger dat gedaan heeft? Heeft u de beelden van onthoofde kinderlijkjes gezien? Dat heeft Hamas dan gedaan. Israëli's doen het niet. Israëli's Palestijnse kinderlijkjes zonder hoofd. Durft u ernaar te kijken? Israël, durf ik wel. Kijk dan. Ja, maar ik zit op iemand te wachten. Kijk dan. Maar Israëli's doen dat niet. Kijk dan. Ja, maar Israëli's doen het niet. Maar zelfs als u de beelden zien krijgt, ontkent u het nog. Ik zeg Israëli's doen het niet. Dat is wat ik zeg. Ja. Verder me niet mee lastigvallen, dank u wel. Waarom, hoe kunt u, als de beelden hier zijn, hoe kunt u het dan ontkennen? Ik zeg dank u wel. Waarom staat u nog steeds achter Israël? Wij staan hier vandaag om steun uit te spreken aan de Joodse gemeenschap in Nederland. Die komen steeds meer alleen te staan. Om het enkele feit dat ze Jood zijn. En er zijn nog steeds 150 mensen in gevangenschap in Israël. En daar komen wij hier vandaag voor op. Het is geen politieke bijeenkomst, het is een solidariteitsbijeenkomst. Solidariteit met een land lijkt me toch inherent politiek? Dat is zo, met de Joodse gemeenschap, met de Joodse bevolking. Met zionisten. Niet alle Joden zijn zionisten, dat vind ik niet netjes. Dat klopt, dat is ook zo. Een gebied wat veilig had moeten zijn, dat daar 40 mensen vermoord zijn, kindertjes onthoofd, verbrande Palestijnse lijkjes. Is dat een rode lijn? Mijn
volk. Nou, thuis. Ik ben geen politicus meer, dus ik kan hier geen commentaar meer op. Je bent wel een mens, dus dat komt mooi uit. Ja, zeker, natuurlijk. En mijn hart gaat uit naar mensen die moeten lijden onder alle vormen van geweld. En dat geldt voor de Israëli's, dat geldt ook voor de Palestijnen. Maar het internationaal strafhof zegt nu, stop ermee. Schuilt u zich daarachter? Ja, ik ga daar geen politieke uitspraken meer. Ik ben geen politicus meer, dus dan moet u het aan de ChristenUnie vragen. Eigenlijk een shalom. Te midden van alle dingen die gebeuren hier. Want u bent wel mijn politieke demonstratie. De mensen die zich hiervoor inzetten. Maar als het internationaal strafhof een uitspraak doet en die komt u niet opportun uit, dan bent u opeens stil? Zeker. Ja, maar het internationaal strafhof zou dan tegelijkertijd China moeten arresteren op dit moment. Vanwege de Oeigoeren. Whataboutism. Dat is origineel. Dat doen zionisten anders nooit. U kunt toch gewoon zeggen, die aanval moet stoppen? Nee, dat zeg ik niet. Dat we al die mensen hier binnen hebben gehaald en dat die mensen in plaats van dankbaar zijn alleen maar boos zijn. Klopt het dat u de ex bent van Sylvana Simons? Ja, dat klopt. Ja. Dat waren tropenjaren. Wat houdt dat in? Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat je, als je in de tropen leeft, dan is het een heel zwaar leven. Dus mensen die vroeger naar de tropen gingen, die konden eerder met pensioen. Maar waarom waren het tropenjaren met mevrouw Simons? Ja, dat was een grapje. Heeft u ook hobby's? Ja, muziek. Wat voor muziek? Goh, hij is vrij breed natuurlijk. Blues. Beatles. ook klassiek. Ik vind de Beatles ook leuk. Ja, ja. Voor mij altijd een getuigenis geweest, ook al zullen ze nooit beseft hebben dat God bestaat. Anders kan de mens niet tot in staat zijn dergelijke mooie muziek te maken. Weet je, alles wat wij kunnen als mens hebben we ontvangen. Ik wens iedereen het dubbele van wat ze ons wensen. Wensen ze ons een blauw oog, dan kijken ze een hele tijd niet. Dus laat iedereen die nou een hekel heeft aan Joden zich heel goed realiseren dat wij het volk zijn van het licht. En mensen die de duisternis willen, die mogen kiezen voor de duisternis. Maar, waarom kiest u nu voor om het jodendom en het zionisme met elkaar te verbinden? Dat zijn toch twee hele andere dingen? Jodendom en zionisme kun je niet helaas van elkaar scheiden. Want de wereld... Ik ken genoeg anti-zionistische joden die dat prima lukt. Ja. Ik ben gewoon Jan Bedaal. Weet je, ik ben nergens super goed in. Echt gemiddeld, weet je, een MAVO-HAVO-klantje. Dus ik ben niet super begaan, echt niet. Geluk in de liefde gehad? Voldoende. Dat is mooi. Ja. Dankjewel. Zo wil ik bouwen, verlaat mij. Wilt u het zien? Nee, interesseert mij niet. Gisteren, onthoofd Palestijns kindje. Ik weet niet. Nogmaals, ik ken de intentie. Ik volg ADF. Zij. En er zullen gekken tussen zitten. Maar de intentie is om Hamas uit te schakelen. Ziet het kind eruit als een Hamas? Als jij met die klootzakken wil collaboreren, ga maar lekker door, jongen. Ga maar lekker door. Ziet het kind eruit als een Hamas-lid? Joh, ik bid alleen maar. God kan alleen dit oplossen. Dus. De historische context begint, als je het over dit conflict hebt, over deze oorlog, begint op 7 oktober. Had dat niet plaatsgevonden? Dan was omdat het u goed uitkomt of omdat de Palestijnen dat ook zo zien? Nee, gewoon omdat het de waarheid is. Dat bepaalt de SGP vanuit Nederland hoe het conflict is begonnen. The only power plant was bombed. Travel was banned. Most imports and exports were blocked, forcing most of Gaza's factories to shut down. Fishermen couldn't fish beyond a very limited area. Supplies of fuel and electricity were reduced so much that people converted their cars to run on cooking oil. Even medical supplies were restricted. Als je de situatie in Israël wil begrijpen, dan moet je er echt een aantal keren naartoe. Ja, maar je mag Gaza niet in. Want dat houdt Israël tegen. Dus ik zou best Gaza willen bezoeken, maar dat mag niet van Israël. Ik kom Gaza niet in, maar er zijn genoeg mensen die Gaza wel in geweest zijn. Ja, op dit moment kom je er natuurlijk niet in. Maar, Voor 7 oktober kwam je er niet in, want het is een openluchtgevangenis. Rutte zei, als Rafa wordt binnengevallen, dat is een rode lijn. Ja, dat zei de hele wereld. Moeten we wachten of ze zich daaraan houden. Hypocriet zijn ze, hè, die wereldleiders. Ja, ik denk het wel. Ja. Ze zeggen veel, ze doen weinig. Waarom heeft Israël altijd zulke enge bondgenoten? Amerika, Nederland. Nou, ik vind het wel meevallen. Ja, allemaal schurkenstaten.
die aan de lopende band illegale militaire invasies uitvoeren. Zou ik niet mee gezien willen worden? Nou oké, maar je bent wel Nederlander, dus je bent ermee gezien. Ja, daarom verzet ik me ook elke dag met hand en tand tegen het imperialistische beleid van deze regering. Ik wens je heel veel succes. Media maken is niet gratis. Andere mensen worden gesponsord door het grootkapitaal. Wij moeten toch echt van jullie werkende helden hebben. Dus kun je 2 euro's per maand missen? Zou super zijn. Dankjewel.